Hoi, ik ga je laten zien hoe wij op de in Appingedam les krijgen geven op de maandag. Dat is morgen 12, nee onjuist, 16 maart. Nou, omdat we niet in Appingedam zijn, gaan wij praten via Discord. Dit is de website, github.com/jog/dumpsterdojo. En nou, je ziet dus hier aanbod in Arduino. Dat kunnen we niet doen, want dat moet je dat ook echt hebben. We gaan via Discord werken. En als je dan omlaag scrolt op de website, zie je de JOG Discord. JOG, de Jonge Onderzoekers Groningen, maar zit dus ook in Appingedam. En wat ik doe, ik start Discord gewoon zelf op. Nou, dan zie je dus mijn Discord. En op Discord is er veel te doen. Hier staan je directe vrienden. Hier heb ik een dialoog met iemand. Dit is een andere groep, andere groep, andere groep. Maar dit is de jonge onderzoekers. Zowel in Groningen als Appingedam. Nou, het mooiste is, je ziet hier, ik ga dit even wegklikken. Ik ben dus al ingelogd. Ik ben dit. Hier zit hier een minnetje. Dat betekent dat ik niet direct reageer als je wat zegt, want ik ben al even bezig. Ja, dat is goed, want deze jongen die wil even iets aan mij vragen. Nou, die heeft nu pech, want ik ben aan het werk. En het mooie aan deze dingen is, je hebt allemaal kanalen, heet het. We hebben welkom, readme, debugging. Daar hier doen ze dingen uitproberen. Een algemeen praatkanaal. Wat mededelingen. Nou, die hebben we nog niet. Ja, het is Speeddag geweest. Hier kun je je memes kwijt als je dat leuk vindt. Hier kun je je werk delen als je dat leuk vindt. Hier hebben we het botskanaal. En de bots die zijn super handig. Een bot. We hebben twee robots. Dat zijn bots. En een daarvan heet Jochiebot. En dat is onze grote vriend. Als we intypen, uitroepteken, wat moet ik doen? Enter. Dan gaat hij zeggen wat je moet doen. Hij zegt, goede vraag, dan te simpel. Doen wat Richel zegt. Oké, serieus. We gaan aan de slag met de hoofdstukken in een van de drie vakken die Richel geeft. Gebruik een van de volgende commando's. Arduino, mbot, uitroepteken, processing. En je ziet om met een bot te praten, soms begint het met een vraagteken en soms begint het met een uitroepteken. Bij een uitroepteken processing, wij gaan met processing werken, want we hebben geen mbot en we hebben geen Arduino. Wil je met Arduino of mbot werken omdat je die hebt, nou, dan kun je daar gewoon verder. Ik doe uitroepteken processing en dan zegt de bot, hey Richel, hier vind je een lijst van alle lessen van processing. Nou, dan heeft hij hier een link, volgens mij is deze link ook wel hetzelfde, maar ik klik op die, dan weet ik zeker dat die goed is. En dan brengt hij mij naar alle processinglessen. Je ziet hierboven, het heet ook Richel Wildebeek, processing voor jonge tieners. Hij zit ook in de hoofdstukken, dus we kunnen direct aan de slag. Hier staat hoe je het installeert en opslaat, ook een game. En je gaat gewoon, dit zijn de boekjes, maar dan digitaal. Hij begint bij boekje 1, een mooi programma. En een mooi programma is een heel makkelijke les. Want het belangrijkste is dat je zelf een programma schrijft. Als je dat niet en dat programma hoef je niet zelf te schrijven, dat kun je gewoon overtypen. Dan moet je dus uitvinden hoe dat werkt. Je moet die code in processing krijgen. Nou, je kunt het nu copy-paste als je wilt. Maar het is een goed idee om dit over te typen, want dan begrijp je beter wat er gebeurt. Nou, dat komt in processing, dat ziet er zo uit, dat is een programma. En als je dan op run drukt, zo ziet het knopje eruit, dan gaat dit programma runnen en als het goed is, ziet het er ongeveer zo uit. Je ziet ook onderaan alle pagina's, zie je ook gewoon een YouTube video. Dus als ik er niet ben of je komt er niet uit, dan klik je op de YouTube video. En dan gaat hij een YouTube video spelen die je laat zien hoe het moet. Dat ben ik dan weer. Dus als je er echt niet uitkomt, dan kijk je gewoon die. En natuurlijk, als je vragen hebt, kun je ook op de Discord vragen stellen. Oké. Ik hoop dat dit duidelijk was, want dan hoop ik dat jullie allemaal aan de slag kunnen op maandag in Appingedam of eigenlijk ja, verspreid over heel de wereld. En dan wens ik je nog een hele fijne dag. Houdoe!